Bij het opruimen van haar opa's inboedel deed Annemarie van Kampen een bijzondere ontdekking. In het bureau van haar opa trof zij en haar familie een dagboek aan die tot in details de oorlogsverhalen van de familie Tunnissen beschrijft. Nu is zij op zoek naar de nabestaanden om het dagboek te overhandigen. Ik heb een dagboek gevonden, of eigenlijk moet ik dat beter zeggen. Mijn familie heeft een dagboek gevonden in een oud bureau van mijn opa. Die is al een aantal jaar geleden overleden. Maar pas kort geleden, na het overleden van zijn tweede vrouw, is het huis uitgeruimd. En vonden we een dagboek ergens onder een stapel papier. En dat is een dagboek wat eigenlijk vanaf het moment dat de bevrijding van Nijmegen start, in september 1944, tot aan mei 1945, het wel en wee beschrijft van een familie die hier woonde. En dus ook beschrijft wat zij in die maanden meemaken. Dat is wat wij denken het dagboek van een familie die hij kende. En dat is de familie Tunnissen. Dat is natuurlijk wel een bekende naam in Nijmegen. Het is geschreven door Wies en Theo. En ze hebben twee kleine kindjes en zij heten Els en Connie. Ik denk dat ze hier een jaar of 9 zijn en de kleinste, Connie, wat ik begrijp uit het boek, is een jaar of 5. Dat zijn dus de namen die in het boek ook voorkomen, naast nog een hele rits met kennissen en andere namen. Dus het is door hen geschreven. Maar hoe mijn opa daar aankomt, dat weten we dus niet precies. Wat wel bekend is, is dat zij in een tijdelijke woning hebben gezeten na de bommonumenten. Dus de familie die het geschreven heeft, aan de Bergendalseweg. En dat is dezelfde straat waar mijn opa tijdelijk zat. Dus we denken dat het buren waren. Het is een behoorlijk heftig verhaal. Je maakt dus echt mee van hoe zij in de bombardementen zitten, wat er allemaal stuk gaat, onzekerheid die er speelt, van wanneer zijn we nou bevrijd. Wat wij heel mooi zouden vinden is om te kijken van goh, kunnen wij deze familie vinden? En dat eventueel dat dagboek weer aan ze teruggeven. Het is een gezin wat het goed heeft. Het is een vrij welvarend gezin, wat ik begrijp. Ze hebben het continu over hun bedrijf, hun panden, een grote opslagplaats die ook is gebombardeerd. De huurders waar ze contact mee hebben. En je merkt ook, ze schrijven bijvoorbeeld over het meisje, wat waarschijnlijk het dienstmeisje is. En op een gegeven moment zelfs, en daar moest ik een beetje over lachen, dat de man die het boek geschreven heeft, of het dagboek geschreven heeft, ook beschrijft dat ze zelf de was moeten doen ineens. En zelfs de afwas. En dat ze niet meer thee drinken met kop en schotel, maar gewoon uit bekers. En daar begrijp je dus wel uit dat het een gezin is geweest die in ieder geval voor de oorlog vrij welvarend was. Weet jij meer van dit dagboek of ken je de schrijver? Laat het ons weten. Mail naar redactie@rn7.nl.